koffie? Nee, dank je. Nee, dank je. Zijn we bij een paard die in de stal ligt die niet wil opstaan? Wat is hier precies aan de hand? Nou, dat is niet zo duidelijk. Vanochtend lag hij op de stal. En normaal denk je dan aan koliek. Dus we hebben meteen de dierenarts gebeld en die heeft hem behandeld voor koliek. En dan wacht je een uurtje, anderhalf, om te kijken of hij weer overeind wilde komen. Hij doet wel pogingen, maar hij kon niet op zijn benen staan. Dus daarna is een anderhalf uur later weer geweest. En hebben we gevraagd om een flinke pijnstilling te geven voor het geval dat hij pijn in zijn benen of in zijn gewrichten zou hebben, waardoor hij niet zou kunnen staan. Dat mag eigenlijk ook geen baat hebben. Dus nu hebben we de brandweer erbij gehaald om te kijken of we met z'n allen op de been kunnen krijgen. En nu zitten we te denken aan een relatie met een klap op zijn kop die hij gehad heeft maandag met het naar buiten gaan. Uit de stal heeft hij heel raar gedaan. Een enorme tik tegen zijn kop gehad met een enorme glip in zijn hoofd. En dat is netjes maandag allemaal gehecht. Maar in de loop van de week werd hij toch een beetje wiebelig op de benen. Dus het zou kunnen zijn dat de klap veel meer impact heeft gehad dan we denken. Dus nou moeten we zorgen dat hij op de been komt en kijken of hij wel kan staan en niet. Want dat is natuurlijk cruciaal. Een paard kan niet liggen. Die kan liggend ook niet genezen. Dat moet staan. Dus we doen er nu alles aan om hem op de been te krijgen. En ik hoop dat het gaat lukken. En dan pas kunnen we kijken wat de schade is. Maar gissen waar die dan vandaan komt. Maar paard staat hier in behandeling van een cliënt van u. Hij is inmiddels al op de hoogte? Ja, de eigenaar van het paard heb ik gebeld. Want eerst leek het nog een koliek. Nou ja, oké. Okay. En nu is het toch een ernstige verhaal. Dus die is onderweg. Die woont in de buurt van Utrecht, Amersfoort, daar hoor je het. Dus hij moet er nu even bij zijn, want het is nu heel cruciaal wat er gebeurt. Wil u erbij zijn? Ik hoor het op een afstandje. Ik kan niet zoveel doen. 6 sterke mannen en mijn man. Maar hopen dat ze hem overeind krijgen. De dierenarts is erbij en iedereen doet er alles aan om hem overeind te krijgen. En dan kijken of hij kan blijven staan. En als hij niet kan blijven staan, dan hebben we een heel ander probleem.